morgen 6 lezingen gehad van ontwerpers, wetenschappers en kunstenaars over verschillende onderwerpen die allemaal in dat thema van transnatuurlijk worden horen. En vanmiddag zijn 5 van die mensen hebben een workshop over hun eigen werk, over hun eigen soort van benadering. Wat heel belangrijk is bij Sascha's benadering is dat hij er eigenlijk niet van uitgaat dat al die technologieën alles overhoop halen. Maar eigenlijk meer dat wat wij ook doen als mensen, op een of andere manier we altijd in slagen om heel erg juist mens te zijn en mens te blijven met behulp van die technologieën. Hier zijn we bij de workshop van Jimmy Loiseau en James Auger. Dat zijn twee Engelse ontwerpers die eigenlijk met een groot project bezig zijn. En dat heet het Carnivorous Domestic Entertainment Robots. Het gaat eigenlijk over manieren waarop robots deel van ons leven zullen uitmaken. So what we've got happening is a workshop where some of the participants are designing robots for us, looking at how they might come into the home and what kind of problems the robots might start to solve. Hier zijn we bij Eva Brinkman en Nadine Boogaerts. Dat zijn twee studenten synthetische biologie van de Technische Universiteit in Delft. Die zijn lid van een team wat vorig jaar een ontwerpwedstrijd voor bacteriën heeft gewonnen. Ze hebben een bacterie ontworpen die olie kan opruimen in de zee. En deze workshop gaat erover eigenlijk dat ze alle mensen die hier zitten leren hoe je bacteriën kunt ontwerpen. Ik ben een wereldprobleem aan het oplossen door middel van bacteriën die landmijnen kunnen detecteren en kunnen aangeven dat ze er zijn. Zodat ze zeg maar op een andere manier tot een ploffing gebracht kunnen worden dan mensen die er onschuldig op stappen. Hier zijn we bij de workshop van Christina Stadelbouw. En haar workshop gaat eigenlijk over bijenhouden in de stad. En over hoe we de omstandigheden voor het houden van bijen in de stad kunnen verbeteren. Ja, dit is de laatste workshop. Dit is de workshop van Arne Hendricks. Die ontwerper, kunstenaar, die bezig is met onderzoek naar hoe de mens zich zou kunnen krimpen. Here you see the wall mapping that is slowly growing. Every day I'm here for several hours trying to make that connection between what we already desire, what we like, and to implement that into the bigger picture, which is about shrinking people. Ik heb eigenlijk het meeste dingen geleerd dat het gewoon een nieuw deelgebied in wording is. Ik kende dat niet, trans en natural. En ik vind het wel heel spannend dat het allemaal weer bij elkaar gaat komen en dat het dan probeert op die manier tot oplossingen te komen.